bijzondere items in deze tuin zijn voornamelijk de siergrassen die de hoogte in de bordes geven. Het is een vrij ontspannen tuin met weinig tuinonderhoud. Het is een familie die ook zeker houdt van recreëren. En dus ook niet alleen maar de hele dag in de tuin aan het werk willen zijn, maar er ook van willen genieten. Het probleem in de nieuwbouwwijk hier op de landerij in de Lelystad is dat het een opgebrachte zandplaat is. De tuinen en de huizen zijn op een bijna een meter dikke zandplaat gebouwd. We hebben zeker in de voorbereiding veel moeten doen aan grondzandverbetering. Er is compost aangebracht waardoor de beplanting zich goed kon wortelen. En de afwatering, daar hebben we ook heel veel aandacht aan besteed. Waardoor het in droge periodes in ieder geval het water in de tuin kon blijven. Zodat de beplanting ook in droge periodes goed in water kon halen. Een tuin die vrij is, dat ik lekker een gevoel heb dat ik er vrij in kan zitten. Dat ik heel snel buiten kan zitten, dus dat betreft de keuken, dat ik lekker snel hup naar buiten kan om te eten. En dat is allemaal zo. En 's morgens mooi weer schuif je open van de slaapkamer en hier mijn eerste kopje koffie drinken. Wat heel sterk in deze ontwerp is, is de zinkerranden rondom de bordes. Die dus de accenten aanbrengen tussen de halfverharding, het split wat onderhoudsvriendelijk is, en de afbakening van de bordes. Nou, de ligging van de terrassen vind ik heel erg fijn. En verder vind ik de beplanting prachtig. Ik vind al die grassen heel bijzonder. In het najaar wuiven ze lekker heen en weer. En leven daardoor. Ik vind het een heerlijke tuin.